Op de markt is het vandaag weer eens groot bal. Ze sloven zich weer eens uit, het geboefte. Precies als gisteravond. Toen waren we even naar de brug gelopen. We zochten onze naam op, in de leuning. En jawel hoor, heel sluipmoordenaar achter komt daar zo'n mofrikaan op ons af en blijft maar naar ons kijken. Nu, wij deden natuurlijk of die lucht was, maar pas waren wij een eindje doorgewandeld of hij aan het zoeken langs die leuning. En ja hoor, hij vond onze namen. Ik denk wel dat het een teleurstelling voor hem was. Hij had denk ik minstens verwacht dat het een tijdbom was die we in hadden gebracht. Ik denk dat hij een of ander erekruis hem wel aanlokte, de slimmerts. Allemaal uit op een lintje, gegeven door zo'n vent als Hitler. Ze zijn idioot. Mijn moeder is opgegroeid in een middenstandsgezin. Haar vader was loodgieter. Ze hadden ook een winkel. Ze had hele oude ouders, tenminste haar vader was al 70 in de oorlog toen hij overleed. Terwijl zij pas 15 was toen, misschien 16. Ze is toen verder met haar moeder eigenlijk en haar broer is zij opgegroeid. De dagboeken van Annie Steeman uit Zaltbommel worden nog steeds beheerd door haar kinderen. Het zijn in totaal 5 schoolschriften die ze cadeau kreeg op een wel heel bijzondere dag. 10 mei was haar verjaardag, dus heeft die schriften voor de verjaardag gekregen. En dat was gelijk het begin van het dagboek en het begin van de oorlog. Toen we plots schieten hoorden, dachten we dat er vanaf de brug geoefend werd. Dat is de laatste dagen nogal eens het geval geweest. Toch ditmaal was het menend, maar dan bij ons in de straat en in de Waterstraat. Bij Van der Laak werd een inval gedaan. De moffen stonden met de mitrailleurs op het dak en de rest reed met doodsverachtende snelheid de Waterstraat in en sprong bij Van der Laak de auto uit en bestormde het huis. Nu hoorden we achteraf dat er 5 Joden verborgen gehouden werden. Van der Laak, die de verblijfplaats niet wilde zeggen, werd met een handgranaat het hoofd verbrijzeld en was op slag dood. De buffetjuffrouw eveneens. De Joden, of liever 4 Jodinnen en 1 Jood, kropen als katten langs de gevel naar beneden. Maar de moffen waren hen te vlug af en spoedig zaten ze dan ook al in de overvalwagen, waar ze de verdere familie Van der Laak al in hadden gestopt. We hadden een serre thuis en er stond een kastje onder zo. En daar stonden een heleboel flutboekjes in, want in die tijd zat mijn moeder daar onder de droogkap. Vond ze het wel eens leuk om zo'n flutromannetje te lezen. Dus we haalden eigenlijk heel die stapel eruit en toen vielen die dagboeken eigenlijk, die stonden daar gewoon. Die hebben daar 40 jaar gestaan waarschijnlijk. Of zolang die serre er stond in ieder geval. En je hebt nooit geweten dat jouw moeder in de oorlog een dagboek had bijgehouden? Nee, niemand. Mijn vader die wist het niet. Alhoewel hij wel de kastje heeft gemaakt waar die boeken in staan. Dat is dan wel weer grappig. Maar nooit met 1 woord gesproken over de dagboeken. Het laatste dagboek eindigt met een halve zin. Dus het laatste dagboek, er komt er nog 1 achteraan, maar die zijn we kwijt. Het was vannacht zo heerlijk rustig dat het vrede leek. Maar het was stilte voor de storm. Want om 11:30 werd er afgeroepen dat de hele Zaltbommelse bevolking moest evacueren. We waren allemaal direct in de vreselijke stemming. Nu, we boften. We kwamen bij de familie Van der Laar. Hele fijne lui. Moe en ik kregen mooie kamers. We hoorden de hele middag dat akelige gedreun in de verte. Vreselijk. Ondertussen zijn we ook al zo ver dat het op de scholen gebruikt wordt als lesmateriaal. Het staat in de bibliotheken. Nou ja, we zijn er apen trots op.